It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag spelen we potje 10 damage op de map Meltdown natuurlijk op Call of Duty Black Ops 2. Vandaag ga ik hier spelen met de M-tar natuurlijk, omdat de vorige keer een beetje werd gezegd dat ik altijd met dezelfde wapen speel. Dus weet je wat, ik ga gewoon een keer met een M-tar spelen, gewoon waarom ook niet natuurlijk. Maar als eerst vraag ik jullie natuurlijk om deze blauwe duimpje omhoog achter te laten. Nou, dat moet ik enorm, als we gewoon de 50 likes kunnen halen, dan ben ik weer blij. Dus, we spelen met de M-tar natuurlijk, met de quick draw en adjustable stock attachment. Streaks, UAV, stealth chopper en de orbital V-set natuurlijk. Gewoon de MLG. Zo, de recoil van dit wapen, jongen. Holy shit. Oh, dat was gelijk een double kill dus. Let's go. Maar we gaan natuurlijk kijken of we onze streaks kunnen gaan halen. Als dat lukt, dan is het mooi. Als het niet lukt, dan is het pech. Maar proberen. Zo. Er kan niks mee gebeuren. UAV inbound. Het is allemaal hierboven. Moet je opletten. Is die dood hier zo? Ja. Topping off. Stand by. Even kijken waar ze uitkomen hoor. Let's go. Ik heb kriebel aan mijn neus, holy shit. Ik wil hier geschrokken even rustig, dus kan ik even kriebelen. Het is altijd zo kut, hè. Als je kriebel hebt op dat soort momenten. Maar hij gaat dan ook niet weg ook. Zo, je bent even gerekt. Ik heb mijn steltje al binnen. Ik kan erin. Ik kan ook mijn visa binnen. Ik wacht even mee met inkallen. Dat ik in het midden van de... Wow! Van de map loop. Oké, nu kallen we hem in. Kom op, stout chopper, you can do this. Kom aan, baby. Elke stout chopper, let's go. Goh, what the fuck doe je? Oké, mijn stout chopper is alweer uitgehaald. Jammer genoeg. Waren ook gelijk geliefd. Dus ik denk dat ik mijn steltje maar even niet erin ga roepen. Want ik kan in deze lobby nuclear halen als het doorgaat. Oh nee, niet weg. En dan kom terug. Goed zo. De meeste mensen zijn zo voorspelbaar. Een Call of Duty altijd. Kom maar. Mooi zo. Oké, mijn visit is weg. Wat moet ik nu gaan doen om die UAV die ik ga overhouden? Holy shit. Allemaal dood hier, zit aan de andere kant van op. Ik denk dat ik geen nuclear kan halen, want ik zit nu pas op 15 of zo. Nee, ik kan hem niet halen, ik ben al dood gegaan. Oké, dan ga ik ook gewoon met stealth chopper inroepen. Ik heb mijn visus niet gehaald tweede keer, maar dat maakt niet zo uit. Ik heb gewoon stealth chopper, dus ik ga mijn teammates ook gewoon naaien nu. Onderrug. Deze man kijkt gewoon niet op zijn minimap. Oh nee, ik word twee keer in mijn rug gepakt. Ja, ik heb twee rug vandaag. Dan zeg ik in mijn rug. En als ik me omdraaide, weer in mijn andere rug. Omdraaien is dat een woord? Als ik me had omgedraaid dan. Als het zo goed is. Ja, ik weet niet man. Geen zin om nu na te denken. Kom, we moeten even snel de potje afmaken. We staan 22-2 op dit moment. Relax score gewoon. Moet je opletten, moet je opletten, moet je opletten. Wie? Kom maar. Oh, dat is teammate. Ah, ik word nog een keer geflasht. We're winning this fight. Kom op. 15 kills, let's go. Teammate heeft ook een stealth chopper. Die is ook gewoon slim geweest. Die ging ook gewoon voor zichzelf nadenken. Let's go. Killetje erbij nog eventjes. Spannen ze als goed is daarachter. Als het goed is. Ja, kijk eens aan. UAV-tje inroepen. Zit je hierboven allemaal? Niet dood van nu. Niet dood. En hij heeft een Remington. Oh my god, waarom heb je een Remington, ba? Shit. Remington is gewoon kut om tegen te krijgen natuurlijk. Gewoon, daar kan je niks tegen doen op een soort race. En een Black Ops 3 heeft de KRM of zo. En holy shit, dat ding is ook fucking sterk op close range. Maar op long race is dat ding zo hard. Die zuigt echt zo hard. Krijg je niet eens een hitmarker mee. Dus je kan eigenlijk niks meer mee doen. Oké, nog één kill. En let's go, we hebben gewonnen jongens. 25-3 is ons uitgekort. Relax potje weer eens een keer. Dus,
Mocht jullie deze video natuurlijk ook gelijk vinden, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Dat helpt natuurlijk enorm. Zoals ik al zei, 50 likes, dan maak je me helemaal blij natuurlijk. En, ja. Verder heb ik niet meer heel veel te zeggen. Dus, jongens, super erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik jullie ook bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Laters.